Hey Pulsies, welkom bij deze Fall Guys video. Ja, ik speel dus nu ook Fall Guys. Het is vorige maand gratis geworden en ik dacht altijd van, weet je, ik claim het wel en dan zie ik het wel wat ik ermee doe. Waarschijnlijk ga ik niet heel vaak spelen. Ik ben op de eerste dag meteen gaan spelen. Eerste potje, eerste ronde, meteen eruit. Tweede potje, eerste ronde, meteen eruit. Derde potje, gewonnen. Ik dacht echt, wat? Maar ik ben lichtelijk verslaafd geraakt in de game. Ik vind het toch leuker dan dat ik van tevoren had verwacht. En ik vind het dus ook heel leuk om met andere mensen samen te spelen. Dus ik heb ook al bij andere streamers meegedaan, maar ik heb het inmiddels zelf ook een keer gestreamd op Twitch. In deze video ga je dat eerste potje zien die ik samen heb gedaan met de twee Bianca's. Dus bij Bianca en Helasena en Acinet. Laten we maar gaan kijken hoe het ons afgaat. Ja, ik merk, ik ben dan echt nog nieuw, hè. Ik heb het pas sinds het gratis is. Dus ik heb vooral wat patroontjes. En ik heb dat circusdirecteur pakje, omdat je die gratis kreeg met Prime. Ja, ik ga gewoon naakt. Ik doe het gewoon. Ik ga gewoon naakt! Vind ik wel heel gedurfd. Nou, ik ben benieuwd hoe ik dit op stream ga doen. Ik heb tot nu toe 2 keer gewonnen, waaronder mijn derde potje ever. Ik zat op de bank en dat was die hexagon. En ik dacht, deze, die ga ik toch niet winnen. Dus ik ga wel gewoon een beetje rondlopen, kijken hoe lang ik het volhoud. En toen won ik. En ik denk dat, want Jessie vroeg al, wat is je geheim? En ik denk dat het gewoon is omdat ik 0,0 zenuwen had en onderuit gezakt zat. En dacht, ik ga deze toch wel verliezen, dus ik loop al wat rondjes. En de andere die ik heb gewonnen was met die draaitol. Die dan door gaat draaien en dat de slijm langzaam omhoog komt. En ik heb 2 keer gewonnen in duo's. Waarbij mijn duo-partner dan had gewonnen. Oh god, deze. Soms gaat die top en soms totaal niet. Soms ook niet. Nee. Vooral dat tweede stuk waar je naar beneden kan donderen en dat je die poortjes krijgt. Oh, voor mij zijn ze allemaal nog een soort van nieuw, want ook al heb ik het al een paar keer gedaan, ik vergeet dat toch meer. Oké. Ik ben mezelf ook de hele tijd kwijt. Oh, daar ben ik. Jump. En jump. En jump. Ik vind het wel oprecht jammer, want ze hadden natuurlijk Juice Collisions, hadden ze ook Fall Guys, maar dat was echt 9 dagen voordat het gratis werd. En ik dacht toen het gratis werd, nou, ik weet niet of dat echt een game voor mij is en... Ik zie wel, als hij gratis is, dat ik hem installeer en een paar potjes ga spelen. Maar ik vind het toch leuker dan ik had verwacht. En ik ben er ook beter in dan ik had verwacht. Dus het is wel extra... Dan wordt het ook leuker. Ja, en dan is het ook... Ja. Maar dan is het ook extra jammer dat je dan die hele gezellige sfeer... Wat... Oh, ik zie het donder alweer naar beneden. Huh? Oh. Dat je dat hele gezellige sfeer en die strijd bij Collisions hebt gemist. Omdat je het toen nog niet had. Oh, ho, ho. Oh, dit gaat echt. Hè? Gaat er. Oh, lekker. Nee, ik heb een bal tegen mijn kop aan. Ik ben dat mijn koppen. En jump! Hey! Hey, vlak achter elkaar! Met de draaiplatformen meedraaien met de richting ga je sneller, ja. Ik hoor het je nog zeggen, ja, ik heb zoveel gezegd van, ik ga hem wel claimen, maar ik weet niet of ik hem heel veel ga spelen. En nu speel ik hem bijna elke dag Fall Guys. Dat is toch best een beetje verslavend, toch? Gisteren ook kwam ik uit mijn werk en ik moest wachten tot dat picknick de boodschappen kwam bezorgen. Dus ik denk, nou, dan ga ik even een potje Fall Guys tussendoor doen. Ik denk dat het ook helpt dat ze die challenges eraan hebben gekoppeld. Die dagelijkse en die wekelijkse challenges en zo. Want op een gegeven moment had ik geen zin meer. Maar toen dacht ik, ik hoef nog maar 1 keer zilver om 80 kudo's te halen. Ik wil nog 1 keer zilver, verdorie. Oh, deze die lukt mij wel. 2 rondjes rennen. Ik weet niet wat ik dacht, maar ik heb dus pistolet in mijn boodschappenkar gedaan. Maar wat ik erbij zou doen, weet ik niet meer. Brie? Pesto? Kijk, Sandra vindt Fall Guys leuk om te doen. Woehoe! Jump! Jump! Jump, sta op! Kijk, met je bakjes tegen die rand aan lopen. Door de poort! Ja! Ik ben kwijt. Oké, ik zit net heel leuk te vertellen dat ik er beter in ben dan dat ik had verwacht. En ik knal tegen alles aan wat ik vervolgens tegenkom. Oké, go. Rennen, sta op! Oh, is er niks bij, joh. Ga weg. Nee, linger dan doorheen. Woepsie. Oh, we vallen naar beneden. Hé, hey, blikje drinken. Ik zie zoveel leuke pakjes. Ik zag laatst ook iemand die had een discobal als hoofd. Toen dacht ik, die wil ik.
Ik vond het zo'n leuk pakje. Nou, lopen! Kreen! Al die deuren. Hop, meteen eroverheen. Auw! Ik zit weer op knoppen te rammen. Ga open! Verder niet van de ziek van Martin. Nee hoor. Bianca. Nee. Kom op, Bianca. Nee. Je kan het. Dikke. Nee! Dikke vinger, wat? Nee. Ik doe even een kleine zus. Ah, nee, door die hoepel. Ga eraf! Ik kom hier bij mij! Nee. Mijn god! Oh, ik ben daar. Bianca, als je zo morgen hier gaat doen, rol ik je naar buiten, hè? Ja! Hey, dit is niet meer doen. Ik spouw ze ook bij de toetsenbord om. Ik heb het wel eens erger gehoord, Tony. Ja. Ik snap ook niet waarom. Nee, ik ook niet. Ik heb alleen maar heel erg dubbel gelegen. Oh, ik zal Bianca wel alvast voor de zekerheid een tikkeltje zachter zetten. Zou ik maar doen. Mute is misschien ook een idee. Dan moet je niet per ongeluk de verkeerde hebben. Dat je de ander juist harder zet. Heb je een appelsapje gehad? Wat is een appelsapje? Nee. Ik heb net mijn eerste wijntje, dus daar kan ik niet aan liggen. Ja, of juist wel. Ik word hier gewoon echt heel bloedfanatiek van. Kan er ook niks aan doen. Ja, maar fanatiek zijn is goed. Maar als je dan 10 keer hetzelfde wijn springt, heb je er niks aan. Hè? Goh, doe nou eens gewoon lief tegen mij. Doe toch mijn best. Nee. Die kant op. Nee. Stop. Nee. Hoe komen hier los? Aan de kant. Oh, sommige mensen, dan denk je, wil je doorlopen? En... Marcus. Oh, hey. Dat ging maar net goed. Oh, Sandra gaat niet helemaal lekker in Tricky Towers. Zitten we er allemaal nog in? Ja, we zitten er allemaal nog in, wat goed. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Lekker droom. Het was ook echt gemeen. Oh, de heus wel. Oh god, hier gaan mensen afvallen. Ik voel het. Oh, dat klonk echt of dat ik het niet meende, maar ik meen het wel. Ik ben blij dat je het zelf zegt. Wat is de bedoeling van het verhaal? Ja, wij gaan gewoon anderen duwen, zodat wij het padje kunnen vinden. Ja, padje. Oh, dat is dat. Ja. Iedereen blijft staan. Ja, ik blijf ook altijd even staan. Oké. Daar dus. Niet bij de afdouwen nou. Je bent ook vet herkenbaar met die wolken op je hoofd. Ja. Oeh. Ja, loop dan door. Oh, ja. Die kant op. Nee, die kant op. Die kant op, ja. Hey, eerste! Woe! Yes! Ahead of the pack. Ik heb een achievement unlocked. Zijn we er weer allemaal? Ja. Tenminste. Kijk wat leuk. Denise ook. Ja, Denise ook. We zijn wel goed bezig met z'n allen. Ja. Ik sta versteld van mezelf. Ongelooflijk. Oh god, met z'n vieren gaan we de finale in. Deze ken ik helemaal niet. Je moet de kroon pakken. Oh god. Oké, echt. Ik wil niet weten hoe dat moet, met hoeveel mensen zitten we er? Ja. 1, 2, 3, 4, met 9 of zo? Toen die heeft de ervaring niet genomen. Ja. Hey Sander. Ik ken deze helemaal niet, joh. We zijn met 9 of zo? Eén van ons moet echt die kroon hebben, hoor. Ja, dat vind ik ook. Ik gun het jullie allemaal. Maar jezelf net iets meer. Ja. Nee, ik heb al prijs vandaag. Maar toch ga ik het proberen. Toch moet ik hem hebben. Ja, dat is die Bianca-fanatisme. Ik zit vast! Ik zit vast! Kappen nou met jullie! Nee, het begin ging zo goed en nu heb ik alles. Oh, nee, wie heeft gewonnen? Wie heeft hem? Sorry.
Wie heeft hem? Wel iemand van ons mag ik kopen. Wie heeft hem? Ace nee. Jacy B. Ah, iemand anders, verdorie. Oké. Okay. Ik ging hem... Oh, wat zonde, Denise. Oh, zo zonde. Wat gebeurde er? Ja, dat draait ik. Ik bleef eraan hangen. Hoppatee. Ja, dat heeft Bianca toen de vorige keer ook eens gedaan, hè? Ja. In de draaimolen. Jok, ik. En ik kwam er ook niet meer uit ook. Twee keer brons, twee keer niet één keer, maar echt een paar keer geloof ik ook. Nou, helaas heeft niemand van ons gewonnen. Al kwam Denise super dichtbij, maar dat we alle vier de finale hebben gehaald was natuurlijk echt super tof. Ik ga zeker vaker Fall Guys spelen op Twitch, maar wie weet ook wel eens in Discord. Dus join mijn Discord en volg me op Twitch en wie weet gaan we een keertje samen spelen.